Wanneer is een strafbaar feit een economisch delict? Kan een onderneming ook worden aangemerkt als verdachte? Ja, veel mensen denken mogelijk bij het strafrecht alleen maar aan individuele privépersonen, maar zeker kan een onderneming ook worden aangemerkt als een verdachte. Bijzonder is natuurlijk dat een onderneming, bijvoorbeeld een BV, zelf niks kan doen. Dus het gaat in het geval een onderneming wordt aangemerkt als verdachte om een handeling door een persoon die kan worden aangemerkt als namens de onderneming verricht. En zo kan het zijn dat of een ondernemer, maar ook een privépersoon en een ondernemer of onderneming als verdachte kan worden aangemerkt. Is het altijd de directeur of bestuurder van een onderneming die wordt vervolgd? Nou, de vraag die er wordt vervolgd of wie er wordt vervolgd voor die onderneming is niet afhankelijk van de titel die je op papier hebt. Dus het is niet alleen maar de Kamer van Koophandel die bepaalt dat de directeur of de eigenaar kan worden vervolgd. In de praktijk is het zo dat de feitelijk leidinggever kan worden vervolgd. Dus het is niet de theorie, maar echt de praktijk die bepaalt wie kan er nu als ondernemer of als feitelijk leidinggever van die onderneming worden vervolgd. Is een strafbaar feit gepleegd door een onderneming altijd een economisch delict? Een ondernemer kan ook een klassiek strafbaar feit plegen. Denk bijvoorbeeld aan valsheid in geschriften. Dus ieder strafbaar feit wat een onderneming pleegt is niet per definitie een economisch delict. Wanneer is een strafbaar feit een economisch delict? Zoals ik net al vertelde is dus niet ieder strafbaar feit dat een onderneming pleegt automatisch een economisch delict. Het is pas een economisch delict als het betreffende feit staat vermeld in de Wet op de Economische Delicten, de WED. Een draak van een wet, weinig toegankelijk, maar ik ga proberen het makkelijk uit te leggen. Op het moment dat er een economische dimensie aan het strafbare feit zit, kan het onder bepaalde voorwaarden worden aangemerkt als een economisch delict. Waarbij je bijvoorbeeld kunt denken aan het vervalsen van de concurrentie. Dus als je melkboer bent en je denkt, nou doe er een beetje water bij, heb jij op dat moment als enige in de markt voordeel van het vervalsen, noem ik het dan maar even, of het aanlengen van het water. En zo zijn er natuurlijk heel veel andere voorbeelden die je kunt geven. Maar dit is denk ik voor nu even het makkelijkste voorbeeld om in dit verband uit te leggen. En wat is dan het gevolg van het stempeltje economisch delict? Ja, mocht het feit worden gekenmerkt en gestempeld als economisch delict, dan hangen daar gelijk zwaardere straffen aan. Dus het heeft wel degelijk consequenties. Wordt u als ondernemer of wordt uw onderneming aangemerkt als verdachte? Wij helpen graag.